Hi, superleuk dat je meekijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je de veel producten laten zien van maart en april. Ik heb het mandje. En dit is de buit die ik heb van maart en april. En het valt op zich nog wel mee, maar ik ga je laten zien welke producten ik dus niet fijn vond die ik heb getest. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze producten, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Om te beginnen heb ik drie lipolies van het merk Icons Lab. Dit is een merk, er is verder heel weinig informatie over bekend helaas. Maar ik heb hier dus drie lipolies van. Ik heb hier meerdere producten van getest en de lipolies vond ik niet fijn. Allereerst heb ik hier een kokosnoot variant. Dat is de blauwe. Dan hebben we een perzik. En als laatste een aardbei. De geuren zijn echt fantastisch. Die ruiken echt super lekker, maar ik vond de olies zelf niet fijn. Ze hebben gewoon wel een hele handige manier om ze aan te brengen. Want er zit een draaikopje op waar die je over je lippen heen kan bewegen. Ik moet wel zeggen dat het een beetje pijnlijk is. Dus dat vond ik een tegenvaller. Ik kan er even eentje swatchen, want ze zijn verder transparant. Dat je hem eventjes kan zien. Kijk, zo ziet het eruit. Ik weet niet of het echt goed overkomt. Het is gewoon een lipolie. En op zich, ze voelen wel fijn aan op de lippen. Op zich, dat is verder helemaal het probleem niet. Maar waar ik een beetje struggelde, was met het feit dat ze heel snel intrekken. En op zich is het niet heel erg als een product snel intrekt. Maar deze trokken zo snel in, dat je eigenlijk al heel snel niet meer voelde dat je ze op je lippen had. En omdat ze ook wel wat verzorging boden, vond ik dat toch minder fijn. Ik heb ook lipolies die trekken gewoon wat minder snel in, blijven lekker lang op de lippen zitten. En ook deden deze niet. En daarom had ik gewoon heel snel het gevoel dat ik weer bij moest smeren. Dus dat vond ik een beetje een tegenvaller. En daarom vond ik dus deze toch helaas niet zo fijn. Ondanks dat ze lekker ruiken. Maar de uitwerking vond ik gewoon niet zo heel prettig. Dan heb ik hier het Bare Edit Lip Contour setje van PS. Komt bij de Primark vandaan. Misschien denk je, die heb ik al eens een keer gezien. Klopt, ik heb hem ook laten zien in een favoriete video. Dat komt, hier zitten meerdere producten in. En ik wilde toch even het doosje laten zien. Er zitten namelijk drie producten in. Je krijgt twee liquid lipsticks en een lipliner. Die vond ik dan wel heel fijn, maar één lipstick vond ik niet mooi. En dat is deze. Deze is namelijk heel gelig van kleur. Ik zal het je laten zien. Ik vond het echt heel raar op mijn lippen eruit zien. Met de swatch denk je nog, oh, het ziet er best mooi uit. Maar op je lippen is die echt heel geel. En ik vond dat toch niet helemaal mijn ding, waarvan ik dacht, nee, dat vind ik dan toch niet heel fijn. De andere producten, dus de andere kleur en de lipliner, die waren echt perfect. Maar deze lipkleur, die was het voor mij niet, omdat die een te gelige ondertoon heeft op de lippen. En ja, dat vind ik gewoon helaas niet zo mooi. Dan heb ik een contourstick van Max & More. Dat is deze. Ik zal eventjes, ik heb hier het blaadje erbij, dat ik eventjes kan kijken hoe de kleur heet. Dit was de 171 Dark Tan. Dit is dus zo'n stick met twee kanten. Je hebt dus aan de ene kant, kijk, een contourgedeelte en aan de andere kant een highlight gedeelte. Nou, ik vind het ten eerste al niet echt werken. Want, kijk, er komt het bruin en loopt erin over. Dus dat is gewoon niet echt fantastisch. Ik heb ze geswatcht. En kijk, dit zijn de kleuren. Op zich vond ik die contourkleur best wel mooi qua kleur. Maar die highlighter die vond ik echt helemaal niks. En ik vond, als je ze ging inblenden op je gezicht, bleef er gewoon niks van over. Dan heb je het heel mooi aangebracht, ga je het inblenden en je ziet er niks meer van terug. Dus nee, dat vond ik gewoon geen succes. Ja, de highlighter vond ik gewoon eigenlijk geen highlighter. Je kon hem eigenlijk net zo goed gebruiken als een concealer bijna. Want dit was echt geen highlight. Dus dat vond ik gewoon niet zo mooi. Ik denk ook gewoon dat die duo sticks gewoon niet echt fantastische uitwerking hebben. Die ze misschien beloven. Dus nee, deze vond ik ook geen succes. Dan heb ik hier een bronzer. Dit is de Holiday Skin Luminous Bronzer van Catrice. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 020 op de Iceland. En op zich ziet hij er wel heel mooi uit in het doosje en zo. Ik vind die streepjes aan de binnenkant hartstikke leuk. Maar
toen ik hem aanbracht, zag ik dat deze gewoon eigenlijk een beetje een rode ondertoon krijgt. Je ziet het met zwartje niet, want met zwartje is die wel gewoon bruin. Maar als je hem op je gezicht aanbrengt en je gaat de boel inblenden, kreeg hij een beetje een rode ondertoon. Dus het leek net alsof iemand me een klap voor mijn gezicht had gegeven. In plaats van dat ik een bronzer had gebruikt, leek het net alsof ik een klap had gehad, omdat die gewoon heel rood uitliep. Dus nee, dat vond ik zelf gewoon niet zo mooi. Ik weet niet, misschien dat het bij anderen wel gewoon mooi bruin blijft. Maar bij mij kreeg hij echt een rode ondertoon. Dus dat vond ik echt geen succes, helaas. Dan heb ik een Glow Glow Go Instant Highlighter van Essence. Het is een highlighter in een flesje eigenlijk. Heeft hij een naam? Ja, 01 Fairy Lights. Nou, op zich hartstikke leuk. Werkt gewoon met zo'n, kijk, met zo'n kwastje wat je ook bij concealer ziet en zo. En met zwartje is hij op zich best wel heel erg mooi. Kijk, want zo ziet hij eruit. Je ziet hem lichtjes wel glimmen. Ik denk dat hij op de camera iets minder glimt. Maar op zich zag het er wel mooi uit. Maar dan ga je het aanbrengen op je gezicht en zie je er eigenlijk gewoon nauwelijks iets van terug. En als ik zelf een highlighter gebruik, vind ik het heel mooi als je hem echt gewoon heel mooi terugziet. En dat was deze gewoon helaas niet. Het idee is leuk, maar ik heb er toch altijd een beetje moeite mee met dit soort highlighters. Omdat vaak, het is namelijk zo, deze producten die poeder je na de hand af. En sommige highlighters die blijf je dan heel mooi door de poeder heen zien. Maar deze dus niet, want hij vaagde helemaal weg. Dus, en eigenlijk zag ik het ook al een beetje met het inblenden. Dus nee, ik vond deze helaas geen succes. Dan heb ik hier een Volume & Lift Brow Mascara. Is waterproof, heeft Care Complex. Met rijstwax, glycerine en sunflowerolie. Die ziet er zo uit. Ik heb hem in de kleur. Ja. 040 Dark Brown. Nou, hij heeft allereerst wel een heel fijn klein spoelietje, zoals je kan zien. Maar ik vond het aanbrengen best wel pijnlijk. En je zag er eigenlijk heel weinig van terug. Ondanks dat de kleur vrij donker is. Ik bracht hem aan. Ik ging hem daarna gewoon doorkammen, zeg maar. En ik heb deze ook gebruikt zonder eerst mijn wenkbrauwen te doen. Want ik dacht, ja, dit is al gekleurd. En als je daarvoor ook nog je wenkbrauwen gaat inkleuren, is het helemaal zo wat. Maar ik hield heel veel lichte plekjes over met deze brouwmascara. Dus daarom vond ik hem niet fijn. Ondanks dat de kleur echt heel goed lijkt, kleurt hij het gewoon niet heel mooi in. En de spoelie deed gewoon best wel een beetje pijn op mijn wenkbrauwen. Dus nee, die vond ik helaas ook niet fijn. Ondanks dat hij wel dus met heel veel goede ingrediënten is gezegend. Maar nee, ik vond het helaas toch niks. Dan heb ik ook twee mascara's en deze zijn van Essence en dit zijn de Double Trouble mascara's. Ik heb de Extra Black en de Waterproof variant. Het zijn de mascara's in deze verpakkingen, die vrolijke verpakkingen, dat blauw roze, hartstikke leuk. Deze belooft te definiëren en volume te geven. Nou, deze mascara heeft een worteltje met twee kanten. Laat ik dat voor opstellen. Dus je hebt een platte kant. Die zie je aan deze kant. Aan de linkerkant. En aan de rechterkant zie je dus de volume. Dat is die kant. En dat zou dit borsteltje zo speciaal moeten maken. Dus je zou met deze kant je wimpers kunnen definiëren. Dus van elkaar kunnen scheiden. En de andere kant zou dus het volume geven. Maar er kwam gewoon echt geen volume vanaf. En dat vond ik wel heel erg jammer. Want ik had echt verwacht dat hij heel veel volume zou geven. Ik had hier best wel veel verwachtingen van. Ik dacht echt, nou, ik ga nu wimpers krijgen. Daar zeg je u tegen. Maar nee, beide eigenlijk niet. Deze heeft precies hetzelfde borsteltje. Omdat dit natuurlijk gewoon verder precies dezelfde is. Alleen een waterproof variant. Maar nee, ik vond deze mascara's niet fijn. Ik had hier hogere verwachtingen van dan dat ze gaven. Want volume had ik niet. Nou, definiëren
licht. Maar ik heb gewoon mascara's die meer volume geven en ook beter mijn wimpers van elkaar scheiden. Dus deze zou ik zeker niet aanraden. Dan ben ik ook toe aan het laatste product en dat is ook een mascara. En dat is de Lash Changer Volume Mascara van Catrice. Dat is deze. Deze heb je in een waterproof variant en in een gewone variant. De waterproof variant vond ik overigens wel heel fijn. Hier zit hyaluronic acid in deze mascara. Dus op zich weet je wel, je krijgt wel voeding voor je wimpers. Het heeft zo'n borsteltje, een beetje een ja, pionborsteltje noem ik dit altijd maar. Maar ik vind het borsteltje zelf niet fantastisch. Het werkt gewoon niet heel fijn en ik kreeg er gewoon geen volume van. Weet ik hoeveel laagjes aanbrengen, maar de volume die kwam niet. En het rare is, de waterproof variant die gaf veel meer volume dan de gewone variant. Dus die gewone variant, daar zag ik echt niks van terug. En bij die waterproof variant had ik echt wel zoiets van, nou, wow, ik vind het wel mooi. Maar deze, die is het voor mij niet. En zou ik ook zeker ook niet aanraden. Als je dan echt een van deze twee wil proberen, zou ik voor de waterproof variant gaan en deze roze laten liggen. Dan waren dit de veel producten van april en maart. Ik moet eigenlijk zeggen maart en april natuurlijk. Het valt eigenlijk nog wel mee. Het waren niet super veel producten. Ik denk over 2 maanden tijd wat ik nu heb aan producten is dat eigenlijk heel netjes. Is dus een teken dat er meer producten fijn waren dan niet fijn. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij wel eens een van deze producten hebt geprobeerd en dat jij misschien dacht, goh, ik ben het helemaal niet met jou eens, want ik vond ze bijvoorbeeld wel heel fijn. Dat kan. Ik ben dan wel heel benieuwd welke producten jij dan misschien wel heel fijn vond. Of misschien deel je mijn mening wel over deze producten en denk je van, nou, ik vond dat ook niet fijn. Laat het dan zeker even weten bij de comments, want ik ben wel benieuwd of meer mensen de ervaring hebben met een van deze producten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat die rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!